Ja, lieve vrienden, ik sta op het punt te vertrekken. De tas met het cadeau erin voor mijn broertje. Staat klaar. Ik moet mijn tas nog om mijn nek, maar jullie gaan ook mee. Ook ondanks dat ik daar niet veel van mag. Maar ik ga eerst, ja, let wel, mijn stoute schoenen weer aantrekken. Ik ga naar de Vomar. Maar ja, lieve vrienden, ik heb dit schip al een paar keer eerder op de film gehad voor jullie. Maar wat ik zelf niet wist, is dat dat van hout is. Dus het is geen oorlogsschip. Nee, ik geef van mijn lieftallige broer, Koen Makelaar. Ja, een hele goede middag, lieve vrienden. Welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbroel. Zoals jullie zien, ik heb mijn nieuwe jurk aan. En ja, ik ben nou eigenlijk een beetje in het blauw met, wat voor kleur het is. Okergeel, geloof ik. En ja, daar heb ik ook oogschaduw van op. Er zijn mensen die zeggen dat blauw mij niet staat. Ja, blauw staat mij wel, maar ik had een tijdje terug ook paars op. Dat staat mij ook. Omdat ik ook paars haar heb gehad. Dus ja, dat staat mij gewoon. Ja, ik weet wat mij staat. Maar mijn glazen van mijn bril, lieve vrienden, die zijn gekleurd. Ja, er zitten twee filters in. Eentje, dat is meekleuren, dat is bruin voor het zonnetje. Het andere, dat is blauw. En dat is de filter voor de computer. Omdat ik heel veel voor die computer zit. Vandaar. En ja, die blauwe kleur, die zien jullie dan van mijn glazen. Dat is niet eens niet mijn oogschaduw. Daar kan ik niks aan doen. Al zou ik groen op hebben, mijn glazen, die kleuren blauw. En dat zien jullie. Ja, kan er niks aan doen. Maar in ieder geval, nou ben ik dus wel in blauw. En nou zal ik, de onderste kleur is donkerblauw. Dan dat kleurtje wat in mijn jurk zit. Ja, het zit allemaal in mijn jurk. Laat ik dat wel voorop stellen. Behalve rood, want dat is mijn haar weer. Ja, dus donkerblauw zit in mijn jurk. Dat andere kleurtje, ja, ook geel, goud, wat is het? Het is niet geel, te vreemde kleur. Dat zit in mijn jurk. En dan dat rode is mijn haar. Ja, ik match het. En het staat me allemaal. Maar in ieder geval, lieve vrienden, de computer staat uit. Het is vandaag maandag, tweede Pinksterdag, 29 mei. Dat is de vijfde van de maand dus. En 2023 en we leven om 12:39. Ik heb een broodje voor me staan, want ik moet zometeen even medicijnen innemen van dokter Vogel voor mijn maag. In plaats van maagtabletten doe ik dat. Vannacht heb ik wel een maagtablet boven moeten nemen. Omdat, ik kon weer niet slapen inderdaad. Last van mijn maag. Nou, dan heb ik boven gelukkig, tenminste, dat heb ik weer opnieuw besteld. Maar ik wil dat ook afbouwen. Ja. Dus, maar in ieder geval, het komt allemaal goed. Ik heb de computer niet aan, omdat ik op verjaardagsvisite moet. Want mijn lieftallige broer Koen was gisteren jarig, dus ja, daar ga ik vandaag heen. Ik moet ook nog van tevoren langs de winkel. En weet je wat ik doe? Ik ga weer naar de Vomar toe. Ja, kijk wat ze daar te zeggen hebben. Ja, en ik moet even nog brood halen, want ik heb hier mijn laatste bolletje. En ik moet de meisjes nog uitlaten, dus ik heb nog een heleboel te doen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Ik zal misschien vandaag weinig vloggen. Jullie gaan wel mee, want als ik alweer weg ga, misschien dat ik even nog een ommetje maak. Ik moet ook nog een short maken, waar weet ik niet. Ik loop ook wat dat er gaat nou om. Waarom moet ik nog een short maken? Ja, er is wel een vraag geweest om kunst, wat ik in het themapark had gedaan. Van die twee vogels, dat is kunst. Er is er sowieso één die houdt daarvan.
of ik daar meer dingen van kon maken. Maar dan moet je ze wel weten te staan, hè? Ja. Ik weet het ook niet, hoor. Je moet het toevallig tegenkomen. Ja. En ik weet het niet. Ja, hier in de stad staan allemaal ook heel veel beelden. Van scheepmakers. Het zijn allemaal verschillende scheepmakers. Die heeft dat ding in zijn handen om een schip te maken. Die heeft dat ding. Allemaal gereedschap waar je een schip mee kon maken. Ja, allemaal uit de vroegere tijden. Dus ja, ik zal er misschien daar even eentje van maken weer. De vorige keer heb ik er ook al eens keer eentje gemaakt. Dus wie weet, doe ik het nou weer eens even. Ja, en ik hou mama Meerkoet in de gaten. Dus ja, komt allemaal goed, lieve vrienden. Dus ik zou zeggen, geniet van de tweede paasdag, Pinksterdag. Het is maandag, tweede Pinksterdag. Geniet ervan met z'n allen of alleen. Het is maar net wat je wilt of je alleenig bent, ja of nee. Gaat eens nooit de natuur in. Daar geniet ik ook altijd van. Dus ja, ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Ja, lieve vrienden, ik sta op het punt te vertrekken. De tas met het cadeau erin voor mijn broertje. Staat klaar. Moet mijn tas nog om mijn nek, maar jullie gaan ook mee. Ook ondanks dat ik daar niet veel meer mag. Maar ik ga eerst, ja, let wel, mijn stoute schoenen weer aantrekken. Ik ga naar de Vomar. Maar dit keer pak ik jullie er niet bij. Nee, ik ga er wel naartoe. Ja, ik moet brood hebben. En ik moet iets hebben voor mijn schoonzus. Ik neem altijd wat mee. Voor de gastvrouw. Ja, dat hoort toch, vind ik tenminste. Ik vind dat je wat voor de gastvrouw wat mee behoort te nemen. Want die staat toch wel klaar met koffiegebak. Dit, dat, zus, zo. Ja, en ze loopt je de voeten onder de kont vandaan voor haar gasten. Dus ja, moet je er ook wat voor over hebben om die ook wat te geven, vind ik. Maar ja, wie ben ik? Dat is mijn principe eigenlijk, om dat te doen. Ook wanneer ik gewoon normaal op visite ga, ik neem wat mee voor de gastvrouw. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie tweede Pinkster maandag. Nou, nee, ja, het is Pinkstermaandag, maar het is ook de tweede Pinksterdag. Dus ja, het is maar hoe je het wilt bekijken. Ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie doen, maar geniet ook een beetje met mij mee. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, ik heb dit schip al een paar keer eerder op de film gehad voor jullie. Maar wat ik zelf niet wist, is dat dat van hout is. Dus het is geen oorlogsschip, nee. Ik kreeg van mijn lieftallige broer, Koen Makelaar, te horen dat het een mijnenveger is geweest. Ja, een mijnenveger. Ik moet even twee honden laten zitten. Nou, hup. Rauwe. Klaar. Zit ik ze weer te vreten. Bah. Zitten. Nou. Rauwe. Zitten. En wachten. Zo, sorry voor het gezeeuw even, maar dat moest even. Maar het was dus een mijnenveger. Ook wat ik van mijn broer heb gehoord is dat hij zei, wat is het, ja, zeg maar, en hij weggaat, wanneer, hoe en wat weet ik ook niet, maar hij zal hier vandaan vertrekken. Maar ik wist ook niet dat hij van hout is. Want als je er verderop kijkt, ik hoop dat ik in kan zoomen en zo, dan zie je daar ook al allemaal op dat het planken zijn. En er wordt weer getrokken aan mij. Klaar nu. Dus dan zie je dat daar ook, dat het planken zijn. En ook wanneer je hier ook, ja, als je goed kijkt, dan zie je dat. Dus ja, dat wist ik ook niet. Nee. Ik dacht eerst een oorlogsschip, maar nee, dan is die zomaar de lucht in. Ja, dan krijgt die vleugeltjes bewijzen van. Maar ja, het was dus een mijnenveger. En die worden dus gebruikt na de oorlog. Dan gaan ze al die mijnen onder zee, die op de bodems liggen van de zee, gaan ze opsporen.
Dus dan weten jullie dat ook weer even, lieve vrienden. Ja, weer een stukje historie van vroeger, voor mijn tijd nog. Ja, dus ja. Ik zou zeggen, willen jullie alsnog nog meer weten? Dan kan je ook naar de Helder komen, naar het museum. Op Willemsoord, de oude Rijkswerf. Ja. En ik hoop in de toekomst nog meer van die verhalen te kunnen vertellen bij hetgeen wat ik film. Maar ja, ik wist dit eerst ook niet en ik heb met mijn broer een heleboel, het mij zitten te vertellen. Maar hij mag nog een keer, want ik wilde allemaal ook opschrijven. En, ja, ik was even perplex. Ik zat met mijn mond vol open dat hij dat allemaal wist. Helaas ken ik hem zelf niet filmen, dat ik van hem een interview neem. En dat wilde hij niet. Nee, dat wilde hij helaas niet. Maar ik vind dit al bijzonder genoeg. Ja, toch? Ja, ik wel. Het is bijzonder. En er wordt absoluut niet geluisterd door die kleine meid. Elwin die ligt erbij. En dan gaat ze zitten. Kom op. Hé, hey, luisteren. Rijka. Luisteren. Ja. Luisteren is luisteren. Dus ja, ik hoop dat ik jullie zo weer het een en ander heb verteld over een stukje historie. Ik vind het zelf bijzonder en gaaf. Dat ik dit van mijn broer kreeg te horen. Ja, dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ervan. En geniet ook een beetje met ons mee. Ik zou zeggen, tot later. Zo, lieve vrienden, ja, ik ben alweer een tijdje thuis. Want ik heb de meisjes ook alweer uitgelaten. Ja, en ik heb de boodschap opgeruimd dat ik bij de FOMAR had gekocht. Ik heb onderweg vanaf mijn broer en mijn schoonzusje... heb ik een short gemaakt van struikelstenen, zoals dat men noemt. Voor de rest, kijken jullie de vlog maar. Ik heb net dat ik met de meisjes aan het lopen was, heb ik mijn mobiel erbij gepakt. Om iets weer te vloggen over een schip wat ik al vaker heb gefilmd. Daar had ik nou een leuk verhaaltje bij, want ik wist er wat meer van dan dat ik eerst wist. Ja, dus dat kon ik mooi even vertellen. Wat is er? Wat is er? Wat is er dan? Wat is er dan? Ja? Wou je naar buiten? Wou je naar buiten? Waar de vogeltjes fluiten. Hé, hou je naar buiten. Hou je naar buiten? Jij ook? Nou, dan gaan we de deur even open. Hier. En die komt alweer naar binnen ook. En die blijft even buiten. En die zweven allemaal weer pluisjes door de lucht van paardenbloemen, etc. En daar heb ik wat last van. Ja, ik kan er niks aan doen, het is nog helemaal zo. Ja. Dus ja. Af en toe dan begint mijn neus te lopen en mijn neus te kriebelen. Maar ik ben niet verkouden, nee. Het is gewoon hooikoorts, ja. Wil je nou toch weer naar buiten? Nou, hobbelen dan. Ze zijn een beetje mal. Moet kunnen. Laat ze maar even lekker gaan. Ik moet zo ook de klok omhoog halen, zie ik. Tenminste, de klok omhoog halen. De gewicht omhoog halen. Ja, en dat komt allemaal wel goed.
Dat, ik ben door de wind geweest. Het waait als een tierenlier en het is op de boosterkant. Ik had mijn vest aan, ik had mijn sjaal om. Mijn winterjas had ik aan. Dus ja, het is gewoon op de booster hartstikke koud, lieve vrienden. Ik weet niet hoe het in het binnenland is, of bij jullie, of bij jou, of bij wie dan ook. Maar het is koud. Hier ook in Den Helder. Het is geen prettig weer. Het zonnetje schijnt wel. En we hebben ook een hoop bewolking gehad. Dat begint dan pas weg te drijven. Maar we hebben ook bewolking gehad. Het was gewoon echt niet zo 1, 2, 3, 5. Nou, is Elwing weer aan het blaffen. Die wilde natuurlijk weer in. Maar die deugt toch geen meter. Hé, nee. Dus ja. En ik ga zo meteen even weer een broodje eten. Want ik heb helemaal geen fut om eigenlijk te koken. En daar is het mogelijk te laat voor. Het is... Ja hoor. Ik ga kijken hoe laat het is. Kan nog niet. Even. Hup. Het is 18 uur 48. Nou, dan ga ik geen eten meer koken, weet je. Nee, daar begin ik nou niet meer aan. En andere week kan ik ook niet koken, want dan hebben we een avondvierdaagse. Dus ja, dan wordt het de hele week brood. Kan er niks aan doen, het is nou helemaal zo. Ja, er is ook niemand anders die voor mij eten wil koken of wat dan ook. En ik ga er ook niet om vragen. Waarom? Nee, ik kan ook een brood leven in een weekje, hoor. Dat vind ik helemaal niet erg. En wel zo, het is ook lekker. Ja, en ook nog gezond brood, hè. Ja, vooral bruin brood, hè. Ja, bruin broodje. Hè? Ja, mijn meisje is zo lief, hè. Goede meid. Ja, dus, ik zou zeggen, geniet gewoon verder van jullie avond. En maak er wat moois van, want het is nog steeds... Pinksteren, Pinkstermaandagavond. Dus maak er nog wat leuks van. Ga genieten, doe hetgeen wat je wilt. En ja, geniet ook een beetje met mij mee. Ik zou zeggen, tot later. Zo, lieve vrienden, ja, dan ben ik weer eventjes retour. Om de dag af te sluiten met jullie. Ik ga lekker op tijd naar bed. Ik ben zo moe en waarvan, Joost mag het weten, maar ik ben er misselijk van. Dus ik ga lekker op tijd naar bed. Ik heb de boel al wel klaargezet voor een vlog in elkaar te zetten. Dat laat ik mooi zo staan. Ik doe de computer ook niet uit, want omdat ik heel vroeg naar bed ga, want hoe laat leven we nou? 21 uur 19, dus dat is 19 minuten over 9. Ik doe de meisjes zo even nog in de tuin en de televisie gaat wel uit en mocht ik al vanavond later weer wakker worden en ik wil er weer uit en ik voel me eigen dan weer wat beterder, dan kan ik altijd in ieder geval wat gaan doen. En dan hoef ik niet de hele computer opnieuw op te starten, maar ik ben gewoon ook heel misselijk en ik heb het gevoel dat mijn maag ergens in zee ligt. Ik weet het niet, ik heb geen hoofdpijn verder, dus niks. Ik ben enkel moe en ik ben er beroerd van. Dus ik ga lekker naar mijn bedje toe. Dus ik zeg, lieve vrienden, voor jullie ook later op de avond welterusten, slaap lekker met mooie dromen en uiteraard weer gezond uit je bed zien te komen. Ik zeg, God hou over ons allemaal de wacht, ook over jou en over mij en over iedereen. Dus ik zeg, graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan, doei doei!